Welkom bij Samen de Zomer door het zomermagazine van Omroep Brabant. Vandaag gaan we nijlpaarden verhuizen. En we gaan kijken naar zo'n bijzonder kunstwerk dat je ergens op straat in Brabant kunt tegenkomen. Vandaag in Son en Breugel. Parachute-achtige verschijning. Beetje bruin. Het ziet eruit als een heleboel blaadjes op elkaar gestapeld. Een massa met takken, als het ware, voor mij, in een boogvorm. Dat zie ik. Ja, het heeft met de bevrijding te maken, hè? Met 75 jaar geleden. Knippen we eruit, hè? Deze keer in Kunst om de Hoek zijn we in Son en Breugel bij het kunstwerk De Poorten van Hoop. Ja, poorten. Ja, zeker. Ja, daar even er doorheen. Poorten zijn als een soort van deur die opengaan waar je doorheen kan. Een tuinpoort of een deuropening en dan ga je eigenlijk een nieuwe fase in. Dit was de maquette, die heeft ook in het gemeentehuis gestaan. Want daar, het was een wedstrijd, die hadden ze uitgeschreven. En Sjoel won die wedstrijd. Ze had dan ook goed onderzocht wat bevrijding betekent voor de mensen. Dan gaat het over hoop, dan gaat het over vrede, over veiligheid. Bevrijding van oorlog, maar ook even naar de wc kan een hele bevrijding zijn. Dus dat is een hele diversiteit aan antwoorden wat je dan krijgt. Ja, wat je ziet zijn eigenlijk allemaal geabstraheerde, aan elkaar vervormde olijftakken. Het internationale symbool voor de vrede is de duif met de olijftak. En eigenlijk op basis van dat icoon heb ik dit icoon ontworpen met een boodschap voor de toekomst. Hè, dat de hoop voor vrijheid voor iedereen komt in de toekomst. Bij al haar werk haalt Sjoel haar inspiratie uit de natuur. Ik ben bezig met een soort van strohalmen, uitgebloeide bloemen, die ik dan in elkaar zet. Of het echt dat wordt, dat weet ik nog niet, maar ik ben er wel mee bezig. Ik maak een abstrahering van de natuur en die laat ik zien. Omdat ik jou met de natuur wil verbinden als kijker. Toch werkt ze vooral met staal. Ja, het is eigenlijk heel stoer en hard materiaal. En soms wel ingewikkeld om daar zachte, organische vormen van te maken. Maar dat is ook wel meteen de uitdaging. Ik ben het meest trots, denk ik, op de transparantie. Dat echt heel mooi naar voren is gekomen. Ik hoop dat dit echt een natuurlijk geheel vormt. Dus zelfs als je de boodschap, de bevrijding, poorten van hoop, het thema, achter het werk niet ziet. Je ziet natuurlijk wel die bogen en die poorten en die grootheid en die transparantie. En die natuur erin terug. Ik wil gewoon heel graag mensen verbinden met natuur. En ik denk dat dat wel gelukt is. In Komt een Aap bij de Dokter gaat het vandaag over nijlpaard Juliette. Zij kwam in 2014 als eerste naar Hilvarenbeek vanuit België. En dat was toen best een operatie. De komst van de nijlpaarden en krokodillen is de duurste operatie uit de geschiedenis van het safaripark. De dieren komen uit heel Europa. Zo komt één van de in totaal vier nijlpaarden uit Paeridaiza, vlakbij het Waalse stadje Bergen. Deze Belgische dierentuin is bekend geworden door de komst van twee reuzenpanda's. En daardoor ook meteen een stukje China in België. Dierenarts Sjaak Kaandorp is er om het transport te begeleiden van nijlpaard Juliette. Emilio, de man van de club, zwemt in het buitenverblijf. Maar het lijkt erop dat Emilio geen zin heeft om zich te laten zien. Het bassin is zo groot dat als je aan de andere kant ligt, dat je niks ziet. Ja, kijk. Hij is nu hier. Met zijn bijna 2000 kilo is Emilio een flinke jongen. Hé, jongen. Maar in het water toch nog steeds lichtvoetig.
zo is hij bijna aaibaar, hè? Hier, appeltje. Je kunt vrij zijn pootjes zien, hè? Dit is de man. Zometeen nemen we de vrouw. Juliette nemen we mee. Maar hebben we in ieder geval vast een indruk hoe enorm die dieren zijn. En eigenlijk ook heel lief, hè? En toch zeggen ze dat het een van de gevaarlijkste dieren in Afrika is. Samen met krokodillen. En dat komt natuurlijk ook omdat ze territoriaal zijn. Krokodillen kunnen ineens uit het water schieten. En nijlpaarden verdedigen hun territorium. Nou ja, zo'n bekken weer niet tegengekomen. Dat is leuk voor een appeltje, maar niet voor mij. Dat is hem. Jou nemen we mee, joh. Nou wordt de truc om haar hieruit te halen. Dan moet ze omlopen. En dan moet ze die kist inlopen. Nou, hebben ze al een tijdje getraind met voer in die kist te stoppen. Alleen ze wordt vandaag echt gefopt, want dan laten ze die schuif zakken. En als die schuif naar beneden komt, ja, dan zit ze gevangen. Maar dan zijn ze niet ongelukkig in zo'n krat. Terwijl als je dat zomaar doet, of zou doen, om met geweld bij wijze van spreken zo'n dier in een krat proppen. Ja, dan gaan ze tekeer van hier tot Tokio. Ik ben nooit goed in basketballen geweest. Echt niet. Ik heb er nog één. Kom maar. Hij heeft hem gevonden. Poging nummer 2. 1, 2. Yes. We moeten in het safaripark nog wel de 4 dieren die er in totaal komen vandaag. Die moeten we nog wel bij elkaar zien te wennen. Dus dat wordt nog wel een beetje spannend. Maar ik leer nu in ieder geval hoe je een nijlpaard uit de tent of uit het water kunt lokken. We gaan er niet verder voeren, hè, want anders loopt er straks de kist niet in. Verzorger Christophe gaat nu beginnen met het ochtendritueel. In de hoop dat het nijlpaard doet wat ze iedere ochtend doet. Waarschijnlijk gooien ze die schuif nu open. Dan loopt ze rechtom, omdat ze weet dat haar ontbijt in die kist ligt. En nou is het spannend of zij echt die kist in wil lopen natuurlijk. Als ik zie hier vandaan dat die schuif zakt, dan hebben we hem. Gelukt. Ook de laatste schuif is dicht. Het transport naar Hilvarenbeek kan beginnen. Ook voor haar verzorger is het afscheid toch wel een grote stap. Oh, het doet toch raar zo, maar het niet te vertrekken. Het is toch altijd moeilijk, hè? Ik heb al 2 jaar met samen. Dat is toch een lid van de familie die vertrekt. Hè? Nou, dat is toch moeilijk. Ik weet wel dat ze goed terecht gaan komen. Hè? Maar ja. Nijlpaard Juliette heeft inmiddels Brabant bereikt. De rit is rustig verlopen. Nu volgt de laatste etappe. De aanwinst van de nieuwe Afrikaanse wilde dieren is voor de Beekse bergen een mijlpaal. Ja, dit is memorabel natuurlijk. Hebben we jaren vonden wij gewoon nijlpaarden en krokodillen horen ook in het safaripark. Daar kost tijd, plannen maken. Dus we zijn er heel blij mee. Het blijkt nog niet zo makkelijk te zijn voor Juliette om de uitgang te vinden. Nee, achteruit lopen ze stapt het niet, hè. Ze wil draaien, maar ze is langer dan dat de kist breed is. Maar
Maar dan toch, ze staat buiten. Nu nog één klein wandelingetje. Ze is eruit. Hij wil het volgende hek doen, maar dat doen we in alle rust. Dat ze niet schrikt, dat ze ineens weer komt, want dan is zij sterker. En terwijl jij het hek probeert dicht te duwen, dan is zij uiteraard veel sterker om... Kijk, nu zou het kunnen. Zo, ze is binnen. Even acclimatiseren. En dit was Samen de Zomer Door voor vandaag. Zometeen op deze zender het nieuws van vandaag. En wij zijn er heel graag morgen weer. Tot dan.